Je kan een manager wel eigenlijk buitenspel zetten, maar je houdt altijd mensen die je nodig hebt om de mensen te coachen. Dus mensen willen geïnspireerd worden, mensen willen leren, mensen willen in valkuilen lopen en vervolgens denken van hoe kan ik daar anders mee omgaan. Dus je hebt mensen binnen je organisatie en wij hebben dat gedaan door middel van coaches. We hebben twee typen coaches. We hebben de ik kan alles coach, dus oftewel zie je beperkingen in je leven en je kan het allemaal niet en het is allemaal donker en zwaar en moeilijk. Dan hebben we de coach die jou zegt van nee, het is elke dag zonneschijn en we gaan ervoor vandaag en je kan alles bereiken. Hè? Je kan op de Mount Everest komen als je dat echt wil. Dus dat is ik kan alles coach. En daarnaast hebben we de inhoudelijke coach. En die houdt zich gewoon puur bezig met, je staat nu hier onder aan de ladder. Je wilt nu boven aan de ladder uiteindelijk uitkomen over een paar jaar. Wat is daarvoor nodig om dat te bereiken? Dus dat zijn de twee type coaches die wij gebruiken, die super succesvol zijn binnen andere organisaties, die ik ook andere organisaties zou aanbevelen.